Dag allemaal, dit filmpje gaat over koolstofverbindingen met een O erin. Het is vooral bedoeld om je even nog je geheugen op te frissen van hoe zat het ook weer met al die dingen waar een zuurstof in kan zitten. En dan moet je denken aan alkanolen, alkoxyalkanen, aldehyden, ketonen, carbonzuren en esters. Dit filmpje is bedoeld voor leerlingen uit 4 VWO. De HAVO 4 leerlingen hoeven niet al deze stoffen te weten. En de 5 en 6 VWO leerlingen die kennen ook stereochemie. Daar hou ik even geen rekening mee in dit filmpje. Begin ik met de vraag, hoeveel stoffen bestaan er met de molecuulformule C4H10O en kun je die tekenen? Nou, de eerste stof die zie je hier getekend, vier is op een rij met een NH-groep eraan, die heet butaan-1-ol. De naam van de tweede stof ga ik even vragen aan mijn zoontje Bram. Bram, hoe heet dit? Butaan-2-ol. Heel goed. Nou, je ziet hier de OH-groep aan de tweede C zitten. Nou, je kunt natuurlijk ook een aftakking hebben. 3C's op een rijtje met de methylgroep eraan. Ook dat is een isomeer. Deze heet 2-methylpropaan-1-ol. Dan mag je die 2 weglaten, want de methylgroep moet natuurlijk aan de tweede C zitten bij een propaan als hoofdketen. En je hebt ook nog methylpropaan-2-ol. Nou, dit zijn 4 stoffen die allemaal horen bij de groep van de alkanolen. Dat zijn gewoon alkanen waarbij 1 O tussen een C en H's gaan zitten. Dus je hebt 1 OH-groep. En die hebben CnH2nO als algemene formule. Dus dezelfde formule als de alkanen met een O'tje erbij. Je kunt het ook anders aanpakken. Je kunt ook zo'n stof hebben met een COC-binding. Ook dit is C4H10O. En dit is een alkoxy-alkaan. En deze heet 1-methoxypropaan. Dus je 3C's propaan is de hoofdketen. En deze groep hier, dus een methylgroep met de zuurstraan, heet methoxy. Vergeet niet om een 1 erbij te zetten, want deze zit vast aan de eerste C. En je kunt ook hebben dat die vast zit aan de tweede C. En dan heet die 2-methoxypropaan. Dat is deze stof. Wat je ook nog kan hebben is dit ethoxyethaan. Deze 7 verschillende stoffen, die 4 alkanolen en deze 3 heten dus alkoxyalkanen, zijn isomeren van elkaar, want de alkoxyalkanen hebben, net als de alkanolen, CnH2n plus 2O als algemene formule. Nou, deze stoffen die op dit schermpje staan, de alkoxyalkanen, lossen slecht op in water, zijn hydrofoob, en die andere die waren hydrofiel, dus zo kun je ook wat onderscheid maken. Gaan we kijken naar het volgende vraagje, butanal en butanon, hoe zat dat ook alweer? Butanal staat hier getekend, 4 C's op een rijtje met een dubbelgebonden O aan de eerste C. Er hoeft geen nummertje bij. Die dubbelgebonden O kan ook aan de tweede zitten en dan heet het butanon. En ook aan de derde dan heet het ook butanon. Nou, hoe zat dat? Een aldehyde, achtervoegsel al, dan zit die dubbelgebonden O aan de C aan het eind van de keten. En bij keton zit die niet aan het eind van de keten. En nog wel even op moet letten, bij butanon heb ik net geen nummertje gezet. Krijgen we grotere stoffen, zoals deze, ik heb een CH3 groep bijgezet, dan heet het pentaan-2-on, want die ketongroep zou ook aan de derde C kunnen zitten. Dus in het onderste geval is een nummertje echt nodig. Dan gaan we kijken naar nog een O'tje erbij, C4H8O2, wat zou je dan allemaal kunnen hebben. En dan is de eerste stof butaanzuur, boterzuur. 4 C's op een rij met een zuurgroep. Let erop dat het totale aantal C's meetelt. Je kan ook hebben dat die OH-groep niet aan dezelfde C zit als de COO-groep. Als dat wel zo is, dan noem je het een zuur. Als dat niet zo is, zoals hier, dan moet je het even anders bekijken. Dan moet je even kijken in binnenste tabel 66D. Daar staan alle achtervoegsels en voorvoegsels op een rijtje. De stof die daar het hoogste staat, de karakteristieke groep, die mag het achtervoegsel geven. En de stof die daar lager staat, het voorvoegsel. Nou, de aldehyden staan boven de alcohol in de tabel. Dus krijg je voor de OH-groep het voorvoegsel hydroxy. En het achtervoegsel al voor het aldehyde. En dit is CO2 nummer 1. Zo kom je op 3-hydroxybutanal. De andere groep, die ook isomeren zijn van de alkaanzuren, dat zijn de esters. Hier is een voorbeeld van een ester, te herkennen aan COC, de begonnen O. Dit is de estergroep.
En als je de naam hiervan wil weten, moet je even bedenken hoe die is opgebouwd. Ik heb hier een stukje, een CH3 groep. Die komt uit een alcohol methanol waarmee dit gemaakt is. Dit zien we als zijgroep, methyl. En dit stuk komt van het zuur waarvan dit gemaakt is, als butaanzuur. En een butaanzuur zonder dat haartje aan die O, dat heet butanoaat. Vandaar methylpropanoaat, sorry, vergis het me net, als officiële naam. Gaan we naar een andere. Dit kan ook 3-6 op een rijtje en dan O7-O. En dan is methanoaat wat het zuur was en krijgen we propiel als zijgroep. Dit is propylmethanoaat. Nou, ik heb nu 4 stoffen laten zien die allemaal C4H8O2 als formule hebben. Er zijn er nog veel meer, maar er werd niet naar gevraagd. Laatste nog even, dit is een voorbeeld van een olie. Hoe heet dit ook alweer? Nou, daarvoor is het handig om bina 67 G1 en G2 te bekijken. En dan zien we dat is opgebouwd en kun je ook zien hoe die verschillende vetzuren heten. Nou, dit gedeelte, dat was glycerol. En dat heet zometeen glyceriel. En dit was van een vetzuur. Je kunt in 67 G2 zien dat een vetzuur met 17 C's en 1 dubbele binding, daar heb je 33 haartjes namelijk, oliezuur heet. Vandaar dat de naam van deze stof glyceriel 3-oleaat is. En dan hebben we de stofjes waar een olie zit bij deze gehad.